keer is, as iets niets gebeur, en ek denk Amanda was baie akkuraat met Barack Obama, hy sosiale media op 'n baie positiewe manier gebruik. Maar die positieve manier dat hy dan ook gekreeg is. En slechts is iemand het op so'n manier gebruik om in die kategorische omgeving en onafhankelijk verkiesingscommissie om in sekere bepalings van neerleg. Donald Trump het dit toch een andere plek op voor mij ook sociale media baie goed gebruik. Ek denk zelf die academici is nog zo'n beetje niet waar of het by design of default was dat hy dit daarop so ontwerp of het in dit ingeval. Die punt is, dit is een nieuwe manier van aanwending en die regulatorische omgeving moet dan vanzelf een afvraag wat maak ons as iemand emotieve boodskap gebruik om iemand op te zweep. Nou, ek weet nie, dit is ons gelaten dat die politieke partij kom, maar Judith Malema is die politieke is in Zuid-Afrika met die grootste gevolg en hy volgt diezelfde emotieve type van benadering. So, die kort antwoord op jou vraag is, die groot uitdaging was niemand het rechtig geweet en verstaan dat Trump so gewaagd geweest dat sy boodskap so groot aanklank gevind en hoe om die absolute massa van inligting kan gee. Ek dink die regsmense praat al so baie keer van jy begrawe die belangrikste stukkie inligting in 'n oorvloed van dokumentasie.